Nou, kom, kom. Daar zijn we. Ja, daar zijn we. Even bij de aankondigingen zitten. Nou. Ja, dat is goed. Even deze nog. Klik, klik. En dan zijn we er weer klaar voor. Nou, goedenavond. Daar zijn we weer. Op de zaterdagavond. En ik ga lekker aan de kleren. Althans. Ja, dus ja, valt onder kleren, denk ik. Eerst even deze op maat snijden. Dat had ik nog niet gedaan. Even kijken. 14,5 bij 20,5. Dat gebruik ik graag als basis voor mijn art journal. Maar zoals ik al verteld had, je kan dit ook doen al in kaartvorm. Dus het hoeft niet in een art journal, maar het kan ook als kaartvorm. Even kijken. Ik heb vanavond weer iets met de een nieuwste lijn van Janina bedacht. Althans, dat zit een beetje in mijn hoofd. Ga ik hem aan elkaar doen? Ja, ik ga hem aan elkaar doen. Met een beetje mallentape. Dan maak ik twee in één keer, zeg maar. Die ik later weer uit elkaar ga halen. En we gaan vanavond best wel veel geel gebruiken. Een keer wat anders. Deze erbij. Even zien, waar is mijn paperpad? Oh, die staat daar nog. Even zien, die moet er ook nog bij. Wat ga ik als eerste doen? Nou, ik ga hem als eerste hem op kleur brengen met verf en een braille, maar dat hebben jullie vast al vaker van mij gezien. Ik heb weer de kleurtjes die ik graag bij de lijn van Janine gebruik en een beetje wit als extra erbij. Het is de H043 van de Hybrid Acrylic van Cadence. Dat is een hele lichtgroene. Ik heb weer een hele lichtgele. Ik heb een iets donkerder groen, de 93. Oh, de gele was de 007. En de 001, de witte, om het eventueel iets lichter te maken. Nou, die kleurtjes die zet ik weer op mijn craft sheet, die ik hier aan de zijkant heb liggen. En niet eronder, want dat glanst altijd zo ontzettend, vind ik, in beeld. Dus ik heb dat een beetje aan de zijkant. Maar volgens mij komt het wel iets in beeld, dacht ik. Ik zie in elk geval al groen en geel voorbij komen. Dus we zien het al, geel en groen. En een beetje wit. En dat zijn de kleurtjes die ik met een braille op dit papier ga zetten. Nou heb ik volgens mij mijn verkeerde braille gepakt. Want ik heb er één die heeft een beschadigingetje. Nou ja, goed. Maakt ook niet zoveel uit. Ik begin gewoon met een beetje groen aan die braille. En dat zet ik her en der over die pagina's van 300 grams aquarelpapier.
Die heb ik trouwens niet gelinkt. Dat ben ik vergeten volgens mij. Maar goed, dat is van Vaassen en dan de 300 grams aquarelpapier. Er zit een frutseltje. Ik wil geen frutseltje. Dan doe ik gewoon met dezelfde braaier een beetje geel. En dan waar het nog een beetje nattig is, daar zal het zich een beetje gaan mengen. En dat vind ik juist wel leuk. Dan krijg je een beetje allerlei gemengde kleurtjes, geel en groen. En dan hebben we nog de hele lichtgroenige, blauwgroenige. Maar goed, dit heb ik al vaker gedaan. Dus dit is denk ik voor de meesten onder jullie niet nieuw meer. Ja, ik weet het. Maria, ik durf dat gewoon. Dat doen we gewoon met een braaier. Nou, ik ga gewoon net zo lang door totdat ik mijn pagina oké vind. Ik neem nu een beetje wit met een beetje groen door elkaar. Dus dan krijg je weer een iets lichtere groen. Nou, dit is echt lekker. Kliederwerk, heerlijk. En het hoeft echt netjes. Ja, als je dit zo ziet, dan denk je, oh, wat is dit voor een rommeltje. Maar dat komt helemaal goed. Hoop ik. Nou, de vorige keer kwam het ook goed. Dus we gaan ervan uit dat het ook deze keer weer goed komt. Toch? Nou, een beetje geel nog hier weer overheen. Want daar zit iets te veel licht. Nou, gaan we eens even een beetje het boekje ernaast houden. Of ik een beetje de tintjes heb. Nou, volgens mij kan dat wel. Daar nog ietsjes wit overheen. En nog een. Ben ik natuurlijk heel veel groen kwijt. Het hele donkere groen, maar dat is niet zo heel erg. Ik pak nog een beetje wit. Met een beetje van het donkere groen. Dat meng ik gewoon een beetje met die braaier op mijn papier of op mijn craftsheet. Toch nog iets meer van dat donkere erbij krijgen. En denk je van, nou, nu is het te veel. Nou, dan pakken we gewoon weer een beetje geel of een beetje wit. En zo kan je dus net zo lang doorgaan totdat je denkt van, nu vind ik hem oké. Nou, even een beetje zo kijken. Dat vind ik altijd iets prettiger. Anders dan zit ik er zo bovenop. Ik denk dat ik er maar mee stop. Ja, ik vind hem eigenlijk wel oké. Daar zie ik nog een dikke vlek, die wil ik niet. Hier zit ook nog een beetje een dikkere vlek. Nou, prachtig. Helemaal goed zo. Die zetten we aan de kant bij de emmer. Dat gaan we straks wel weer opruimen. Deze die mag even drogen. Ik doe dat niet met de heat tool. Ik laat hem gewoon even liggen. Want ondertussen ga ik even wat anders doen. Ik ga een soort designpapiertje erbij zoeken. Wat ik denk van, oké, die is wel leuk. Maar het gaat ook aan stukjes, dus het hoeft niet zo'n hele mooie te zijn. Ja, het moet wel een mooie zijn, maar er hoeft niet echt een mooi patroontje op te staan. Even spieken of deze leuk is. Die vind ik te blauw. Nou, deze gele vind ik echt leuk erbij. Dus die mag meedoen. En dan hebben we nog een paperpad, dus ik heb zo nog wel iets te kiezen. Deze vind ik ook wel heel erg leuk erbij. Het gaat me dan voornamelijk om deze effen delen. Even kijken, dat vind ik te doen.
donker. Nou, even kijken in het andere paperpad of daar nog iets bij zit. Want dus muzieknoten, die vind ik ook heel erg leuk. Dus die kies ik ook. Hè? En dan heb ik denk ik al wel genoeg. Even kijken wat hier nog tussen zit. Ja, dat donkergroen, dat is ook wel heel gaaf bij dat groene. Dan is de blauw. Nou, ik laat het zo. Ik heb dus uit beide paperpads heb ik dus iets uitgezocht. En ik neem een stuk kaartstok. Kan ook met kraft of iets, in elk geval iets stevigs. Even met een snijmachine erbij. Want ik ga hier stukken van snijden. Even kijken, als het goed is heb ik 4 delen. Ja, dus dat komt mooi uit. Even zien. Kaartstok is natuurlijk 30,5. Dus ik kan deze op 15 bij 15 snijden. Even zien, de bloemenrand wil ik niet. En deze zo. Dan ga ik die kant eraf snijden. Dat ik niet echt, niet zo heel veel van die bloemen heb. Nou, dit hoeft niet zo netjes. Maar dit doen we ongeveer. Die ga ik dan verstevigen op dit sheet van kraft. Dus ik ga deze delen, die ga ik daar op plakken. Dat ga ik doen met lijm. Oh ja, natuurlijk. Ik neem gewoon een Dutch Doobadoo lijm. Het kan ook met een gel medium. Maakt niks uit. Als het maar vast komt te zitten. Nou, die plak ik daar gewoon overheen. Ja, die donkergroen is heel erg leuk. Dat vond ik ook. Ik ga een beetje dunnetjes de lijm overal een beetje verdelen. Nou, en dit hoeft allemaal niet zo netjes. Als het er maar even op zit. Nou, en ik had eerst vanmorgen zoiets van, ik ga dat vandaag nooit redden om vanavond een live te doen. Maar toen dacht ik, ach, ik kan jullie toch niet in de steek laten. We gaan gewoon een live doen. En dan bedenk ik vandaag wel iets. En dan komt dat wel weer goed. Nou, het zit nu natuurlijk een beetje, er komt wel iets bij wat ik al een beetje eerder heb gedaan. Maar goed, dat is op zich niet zo erg. Een beetje herhaling van iets doen is nooit erg. De uitwerking zal wel weer heel anders zijn dan de vorige. Ja, lief hè. Ik ben gewoon heel lief. Nou, even goed aanduwen. Dan kan deze weer even drogen. En dan pak ik deze er weer bij. Ja, die is volgens mij wel droog genoeg. Dan neem ik een mask. Hé, is die eruit gekukeld? Oh ja, hij is eruit gekukeld. En nou wilde ik dat eigenlijk met pasta gaan doen. Maar ga ik dat echt doen? Ja, dat ga ik gewoon echt doen. Dat gaan we gewoon heel echt doen. Ik heb hem alleen niet klaargezet, dus ik moet hem even erbij pakken. De classic. Zo. Ik heb weer de Classic Cadence Relief Pasta. Het is de gladde versie. Er is ook een structuurversie van, dus met een korreltje erin. Maar ik vind deze gladde altijd heel erg leuk. En dit is ook van de JMA lijn.
En ik ga nou die oude, ja, oude stenen muur. Laat ik maar, noem ik het maar. Dit is een stenen muur. Maar volgens mij is dit ook zo'n oude muur van die dikke keien allemaal. Waar dus weer dat cement tussen zit. Die ga ik nu maar eens gebruiken. Nou kan ik mijn structuurpasta ook op kleur gaan brengen. Maar ik kan hem ook wit laten. Nou zit ik even in een twijfeltje van ga ik hem toch in op kleur brengen. Even denken. Want ik wil... Nee, ik laat hem gewoon wit. Want anders wordt het straks allemaal zo gekleurd. Even kijken. Ik ga iets in deze hoek zetten. Aan de bovenkant. Zo. Dan halen we hem voorzichtig af en dan heb ik een muurtje gemetseld. Even een doekje erbij. En dan gaan we aan deze kant ook nog zoiets doen. Nou, ik leg hem er zo weer op. Of leg ik hem nou net op zijn kop? Nee toch? Nee. Dus aan die kant ook wat. Ik vind het altijd mooi als er aan de twee kanten een beetje hetzelfde zit. Het is wel een heel dun... moet ik zeggen? Er zitten hele dunne lijntjes in. Dus je moet echt wel je spatel of wat je hebt... redelijk plat houden, zodat je dus en je mask naar beneden duwt en de spatel goed af kunt wrijven. Nou, en dan is Bob de Bouwer alweer klaar met de structuurpasta. Nou, gaan we er weer afhalen. Ja, leuk. Die mag in de emmer. En ik heb er ja, even een stuk grijs karton onder in plaats van een craft sheet. Dus ik kan er lekker mee wrijven. Maar ja, dan wordt het eerst een beetje natter. Dat jullie niet denken van wat heeft ze daar nou toch onder. Ik kan heel snel metselen. Ja, er is blijkbaar een huizentekort. Dus nou, als ze mij roepen dan metsel ik er zo een paar in elkaar. Dit moet ik wel even met de heat tool droog maken, want anders dan zitten we weer te wachten en te wachten. Even standje speed, dan gaat iets sneller. En dan hiertoe niet te lang op dezelfde plek houden. Want anders dan brandt je het zeg maar bruin. Dus je moet hem hiertoe wel in beweging houden. Tenzij je met embossingpoeder gaat werken, dan is het weer net iets anders. Nou, hij is nog niet helemaal droog, maar ik geef hem nu even weer een tijdje om te drogen. Want ik ga nu iets anders doen. Kijken of ik hem daar neer kan leggen. Zo. Ik pak nu dat vel er weer bij, wat ik net beplakt heb met het designpapier. En een snijmachine. Nou, en wat ik nu ga doen, is ik ga allemaal gekke stukken snijden. Of gekke stukken. Ik ga allemaal repen en strookjes en stukken snijden van dat designpapier wat ik dus een beetje verstevigd heb met in dit geval kraft, maar dat kan dus ook rustig met een beetje cardstock of ander dik papier. Dat maakt niet zoveel uit. Nou, zo snijden we nog wat stukjes. Oh, daar zit nog een randje kraft. Dat wil ik niet. Dus niet bij nadenken, er zijn ook geen maten van. Ik snij gewoon hartsie-klatsie van allerlei stukjes. De modelleerpasta die ik net gebruikte, dat was de Classic van Cadence.
alles staat bij de link in de webwinkel van mijn Facebook Live van vanavond. Daar kan je alle producten vinden. En het is een relief pasta, maar dan een gladde. Dus er zit niet echt veel structuur in. Maar je maakt er dus wel iets, een verdikking mee. Even zien, deze kleur nog een beetje erbij. Zonde, hè? Een schatje, nou. Blues. Volgens mij heb ik al een heel stapeltje. Even zien, of ik er een beetje van het groen er nog bij. Dat vind ik nog wel leuk. Daar heb ik al wat grotere stukjes van, dus ik ga ietsjes kleiner stukjes maken. En de rest bewaren we voor later. Of voor de prullenbak kan ook nog. In elk geval deze restjes wel. Oh, ik heb de prullenbak gebarricadeerd. Nou, leggen we het ernaast. Ook goed, vinden we straks wel weer. Ja, we gaan lekker hartstikke vast. Nou, ik heb nu een mooie puzzel, zou ik bijna zeggen. En ik heb uitgekozen embossingpoeder Lemon Drop Speckle. Hij zit zelfs nog dicht. Dus is even een, of zou ik hem zo door kunnen draaien dat hij. Ja. Ja, zo gaat hij ook open. Nou ben ik alleen mijn bakje vergeten te pakken. Dus ik doe het maar even met een stukje papier. Maar normaal zou ik dit met een bakje doen. Ik doe gewoon een bultje van dat speckled egg op een, in dit geval een stukje printerpapier. En dan neem ik Vesamark embossing inkt poeder. In plaats van hiertoe een haardroger. Nee, ik zou het niet doen. Een heat tool wordt echt heet. Andersom ook niet doen, want je kan met een heat tool niet je haren droog krijgen. Dus ik zou het niet doen. Deze heat tool heeft twee standen, dus die kan je en langzaam en hard laten blazen. En die wordt echt heet, daar hou je echt je vingers niet voor. Even kijken, ik durf hem bijna niet te laten zien. Even zien of deze beter is. Ja. Ik neem deze wel. Dit is de Vesamark champagne kleur. Want ik had net de witte, maar goed, die is zo vaak gebruikt. Die is gewoon helemaal grijs. Je hebt dazzle en je hebt champagne en je hebt gewoon een witte. De kleuren doen niks aan wat het eigenlijk zijn werk moet doen. Maar deze, die champagne en die dazzle, die kan je een beetje zien waar je stempelt. Daarom zit er eigenlijk een kleurtje aan. Heeft voor vanavond helemaal niks van doen. Want ik ga mijn zijkantjes van die kaartjes die ik net heb gesneden, ga ik voorzien van die gelige embossing. Nou, en ik doe gewoon die zijkantjes, die zet ik dan in dat inktpetje in die Vesamark, die blanke kleurloze inkt. En dan zet ik daar weer van die embossingpoeder op. Nou kan ik hem wel meteen met de heat tool gaan doen, maar dan blaas ik natuurlijk alles weg. Dus ik leg ze maar even naast me neer, denk ik. Deze even zo en dan leggen we ze daarop. Even zien, dat was een groene. Dan gaan we nog een beetje de gelige met de muzieknootjes, die mag ook meedoen. Nou, en doordat dus die embossing inkt eraan zit, blijft dus die poeder aan die zijkantjes plakken. Ik weet niet of dat te zien is zo. Ik denk het wel, hè? En anders zien we het straks wel als het gaat drogen. Even kijken, ik heb nog een beetje zo'n groene erbij. Dit kan je ook doen met glitter en lijm. Dat je dus
lijm aan de zijkant doet van die kaartjes. En dan met leuke gele glitter bijvoorbeeld. Of geel, nou ja. Noem maar een kleur wat je leuk vindt op. Maar ik zag die embossingpoeder. En ik vond die lemon kleur vond ik heel erg mooi bij, bij de lijn van Janine. Dus ik denk, ik ga lekker met die embossingpoeder bezig. Nou, en hoe verder als je die inkt op dat kaartje laat komen, hoe breder als je randjes zo worden. Nou, donkergroen hebben we nog niet, hè? Nee. Beetje donkergroen. En dan kan je die gele wel heel mooi zien op dat groene. Dus hoe breder als je je afdruk met de inkt maakt, hoe breder als je embossingpoeder ook blijft plakken. En dat is wel leuk dat het niet allemaal even smal of even breed is. Dat is helemaal niet erg als het ene wat breder van kleur is als de andere. Even zien, heb ik alle kleurtjes al binnen? Ik heb een, nee, deze lange wil ik nog. Oep. Nou, deze is al een beetje aan de gelige kant, dus ik ben benieuwd hoe we dat straks gaan zien als het met de heat tool gedaan wordt. Oh, dat komt wel goed volgens mij. Nou, er zitten ook nog een beetje bruin tintjes in die inkt, dus, of in die embossingpoeder. Dus dat komt denk ik helemaal goed. Ik neem nog een beetje, nog zo'n groene, die vind ik wel heel erg mooi. Nou, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit niet voorbewerkt. Ik heb dit gewoon vandaag onder het ramenlappen en dat soort dingen bedacht. Ik denk, ik wil die pagina maken en dan op zo'n manier met een beetje dit en een beetje dat. Even zien, deze kleur hebben we ook nog niet. Dan pak ik denk ik deze, ja. Ach ja, soms heb ik ook totaal geen inspiratie meer. En dan denk ik, oh. En dan komt het nader, dan krijg ik een beetje druk, zeg maar. En dan komt er soms van alles. Ik werk soms beter als ik ja, vlak van tevoren een beetje onder druk kom te staan, volgens mij. Of dan mijn brein beter gaat werken. Nou, volgens mij heb ik al aardig wat kaartjes, dus ik bewaar deze even. Die kunnen we later nog wel een keer weer gebruiken. Nou, de inktpad kan weg. Ik kan mijn restje van het poedertje doen we weer in het potje. Nou. Blijven jullie eens even daar liggen. Zo. Kijk, er zitten hele mooie, ja, ook bruine kruimeltjes bij in. Ik weet niet of dat te zien is. Het is echt een, ja, speckled egg heet die, geloof ik. Embossingpoeder spekkel. Speckled egg is een kleur van, van distressoxide. Dat is speckled egg. Maar dit is lemon drop. En dat is spekkel, omdat er dus die vlekjes in zitten. Nou, die kan ook aan de kant. Ik heb een lekker smerig blad. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik pak er even bij. Een embossing. Of een dingetje. Hoe heet dat? Een pincetje. En dan ga ik dit verhitten. En dan hoop ik dat het te zien is. Dan gaat die embossingpoeder gaat smelten. En zoals de vraag al was, met een haardroger gaat je dit niet lukken. Dat wordt lang niet heet genoeg dat het gaat smelten. Nu heb ik geel op geel, dus het is een beetje lastig om te zien waar het smelt voor jullie. Misschien dat het zo bij die groene beter te zien is. Nou, en dan verschuif je gewoon je hiertoe heel langzaam langs het randje.
zodat de embossing voor de tijd heeft om te smelten, maar niet te veel tijd dat het dus verbrandt. Want als je het echt heel lang op laat staan, dan verbrandt het en dan wordt je embossingpoeder, ja, dat gaat er eigenlijk af. Of het verbrandt helemaal dat het bruin wordt. Nou, deze zit vast. Pakken we de groene. Nou, deze zal vast wel goed te zien zijn. Kijk, dan wordt hij wat lichter geel. Au, heet. Zijkant. Nee, mijn vingers wil ik niet verbranden. Nee, ik heb vanaf alles gehad heb. Dus heel langzaam laat je gewoon de huur toe langs die rand van embossingpoeder gaan. En dan zie je het wel een beetje verkleuren en smelten. En dan is het ook tijd om je huur toe te verschuiven. Nou, als ik het nog niet warm water krijg, is het niet helemaal warm. Had ik deze kant al gedaan? Nou, volgens mij is de kant wel klaar. Nou, deze nog even. Ik weet niet of het te zien is voor jullie dat het smelt. Maar... wat ik ook nog wel even als tip kan meegeven bij een heattool. Ik vind dat altijd heel eng. Met workshops wordt het regelmatig gedaan. Dat mensen houden de heattool vast bij die lucht inlaten. En dan krijg je heattool natuurlijk geen lucht. En dan brandt die door. Dus hou alsjeblieft je heattool in het midden vast. Dan gaat hij het langste mee. Deze een beetje even naar me toe schuiven. Het is zo'n kleintje, dus het zal lekker warm worden. Maar goed, ik blaas van mijn vingers af, dus het scheelt altijd een stukje. Zo, nou, we zijn bijna. Maar goed, als ik nu dit niet doe, dan ja, dan gaat mijn embossingpoeder er weer af en dat is niet de bedoeling. Dit moet even gebeuren. Dit zou ook heel erg leuk zijn met lijm. Je hebt ook zo'n, wat ik net deed met die Versamark. Zo'n pet is er ook met lijm erin. Dat is ook zo'n soort inkpet, maar dan met lijm. En met die microfine glitter van Elisabeth Craft Design zou dit ook heel erg leuk zijn.
Ja, ik doe het ook wel met een knijpincet. Alleen deze heeft aan alle vier kanten natuurlijk embossingpoeder. En als ik dan mijn knijpincet gebruik, dan pakt hij ook een stukje van die embossingpoeder eraf. En dat vind ik zonde, dus ik blaas gewoon van mijn vingers af en dan gaat het prima. En ik moet zeggen, ik kan best wel redelijke hitte hebben, zeg maar, aan mijn vingers. Nou, de laatste. De muzieknootjes. Die heeft weer een iets bredere rand. Nou ja, dat is veel op veel, dus die zal iets minder goed te zien zijn. Maar ze krijgen gewoon allemaal even een leuk randje. Nou, en ik heb dit dus verstevigd met kraft. Want om dit met een enkel designpapiertje te doen, dat leek me een beetje lastig. Dan waait het papiertje natuurlijk alle kanten op. Oeh, nou heb ik het wel warm hoor. Even een beetje krammeltjes wegdoen. Nou, daar staat. Ja, ik had ook inderdaad al wel een pincet klaargelegd. Maar ik denk, ja, als ik die aanpak. Kijk, dan gaat die dus ook over mijn embossingpoeder heen. En dan mis ik weer een stukje. Nou, dan gaan we eens even kijken of dit inmiddels goed droog is. Oh, nou. Ja, het is koud. Oh, toch nog iets lekker fris hier. Maar dat gaat op zich denk ik wel goed. Die stukjes laat ik even zo liggen. Even zien. Ik heb nog deze erbij. En ik had die stempels nog. Hey, waar is mijn ronde mask? Kan dat nou? Is die er vandoor gegaan? Eens even kijken. Heb ik hem netjes weer weggezet dat ik dacht van die gebruik ik niet. Dat kan wel. Ja, oh, kijk, daar is hij al. Hij was verstopt. Ik heb weer die leuke mandala erbij. En glacier paste, noem het eens. Die is dus ook nog nieuw. Ik heb dat van de week in de winkel meegenomen. Dat ik dacht van die kleur past weer heel mooi bij de lijn van Jene. Dus ik ga lekker een beetje met zomerschil aan de gang. En die glacier, of glacier, of hoe je het ook uit wil spreken. Die Nuvo paste, dat is enorm glitterig. Nee, niet glitterig. Want glitters, dat zijn echt glitters. Maar dit is glanzig, laat ik het zo maar zeggen. Ik ga daar met die mandala, die ook weer van de JMA-lijn is, ga ik her en der een klein beetje van dat geel aanbrengen. Nou, dan zal ik het zo eens ietsje dichterbij houden, want dit is echt, dit glans als een malle. En dan ga ik niet de hele mandala doen, maar stukjes. Gewoon een paar stukjes. Even zien. Hier nog iets. Een beetje geel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik gebruikte nooit geen geel. Maar nu ik er eenmaal mee bezig ben, vind ik het eigenlijk best een mooie kleur. Het heeft wel iets. Ik kon natuurlijk ook weer met aqua groen en zo gaan werken, maar dat doe ik al zo vaak. Dus we gaan nu gewoon met geel. Even zo kijken hoor, dat ik het een beetje beter in zicht heb. Daar nog een klein beetje. Nog
komt natuurlijk nog weer van alles overheen. Dus dit mag best lekker veel zijn. Klein beetje hier zo. Tja, ik vind het mooi. Plons, plons in het water. En dan dop je er weer op. Nou, dan zal ik eens even laten zien hoe hard als dit glimt. Glanst. Het is echt bling bling. En die ga ik wel even een beetje drogen. Ik zal hem even op speed zetten, dat het wat sneller gaat. Deze die droogt wel heel langzaam, vind ik. Maar goed, ik vind hem zo leuk om hierbij te gebruiken. Dus dan gaan we dat ook even doen. Nou, met die nietel wordt hij natuurlijk alsmaar warmer en warmer en warmer. Nou, ik hoop dat het zo genoeg is. Het zal wel niet helemaal droog zijn, maar in elk geval een beetje de basis. Ik heb, oh nee, het is inderdaad nog niet droog, maar goed. Kom goed. Ik heb de stempel er nog even bij. Van de JMA, dat is die leuke met die posttoestanden. Dat is de JMA NA Stamp 20. Dus New Awakening Stamp 20. Ben ik alleen vergeten om even een stempel in te pakken. En ik wilde dat eigenlijk doen met Peacock Feathers. Even zien, dat is deze. Of Cracker Pistachio. Nee, die vind ik te groen. Dan hebben we nog Lucky Clover. Is wel heel groen, hè? Ik denk toch dat ik voor die Crackle Pistachio ga. Want Peel Paint vind ik denk ik weer te groenig. Ja. We gaan gewoon voor die Crackle Pistachio. Er zit een beetje een blauw tint in die ook in die kaartjes zit. En dan ga ik een paar stempelafdrukjes maken. Met een van deze scriptachtige stempeltjes. Nou, niet netjes, maar gewoon een klein beetje zo. Her en der. En dat is puur dat er wat van die kleur komt. Nou, ik weet niet eens of jullie het wel kunnen zien dat er heel iets op komt. Het is echt minimaal, zeg maar. En dan lekker met de vingers, dus niet te netjes. Ik vind het genoeg. Even een beetje eraf poetsen. Het is echt maar heel, heel minimaal, zeg maar. Dat het net een klein beetje kleur krijgt. Nou, nu heb ik mijn dotjes. Even een nieuw doosje dotjes, want ik heb de andere op. Dan pak ik die kaartjes. Even zien, de muzieknoten moet ik wel goed doen. En dan ga ik die met wat dotjes hier opplakken. En waarom met dotjes? Omdat die dan in de hoogte komen natuurlijk. Maar ik heb ook diverse hoogtes van mijn werk nu. Ik heb een pasta en ik heb hier verf. Daar zit al dikteverschil in. En als je dan met dotjes werkt, dan werk je die hoogtes eigenlijk weer een beetje weg.
En je kan er ook later nog iets onder stoppen. Dat ben ik ook wel... Even, waar hebben jullie het moeten geloven? Ik heb de hele tijd niet gelezen, maar... Ik zie nu dat het allemaal over... Nee, dat is een ander programma. Dat is... Dat zijn die programma's over gezondheid en dat soort dingen. Dat is een ander programma. Ik denk dat jullie dan verkeerd zitten. Ja, inderdaad. Een beetje vreemde gesprekken. Of vreemde gesprekken, maar ja. Gesprekken voor een gezondheidsprogramma. En anders vraag het... Heb je een vraag? Vraag het aan Mona, was het vroeger toch? In een of ander roddelblad. Was dat niet Mona in de story of zoiets? Staat me nog iets van bij? Nou, goed. Ik ga gewoon een beetje verder met mijn plakwerk. Deze eerste, die hebben dus één dotje. Wil ik daar nu een tweede op? En die moet voor mij altijd recht blijven. Dan moet ik dus aan één kant twee dotjes op elkaar plakken. Want de eerste is dus van de gelijke hoogte met deze. En de andere is de nieuwe hoogte. Is het nog een beetje... Snappen jullie dit nog? Jawel, hè? Kijk, en dan is het dus gelijk. Dat is een beetje lastig, maar... Een beetje lastig uitleggen. Maar volgens mij snappen jullie het wel zo. Ja, Mona was dat. In de story. Ja, dat was het volgens mij. Heb je een vraag? Oh nee, heb je een vraag? Vraag het te Vara was het. En Mona, dat was volgens mij zo'n mens waar je echt allerlei andere gekke vragen aan kon stellen. Kijk, nou denk ik van deze wil ik er ook nog bij. Maar die wil ik dan weer hierachter. En dat kan nu nog. Omdat ik hier een dotje heb. Maar dan ga ik even kijken. Of ik doe maar. Ik ga maar deze kant doen. Deze die komt wel gelijk op de. Die plak ik er dus later achter. Dus ik doe daar gewoon een laagje lijm achter. Zodat die later vastplakt. Zoveel hoogteverschil zit daar niet onder. Oh ja, Mona weet raad. Ja, dat was het. Ah ja, zo was er van alles. Nou, even kijken. Aan deze kant ook nog maar een beetje van het donkergroene erbij doen. Hè? Ik ga weer hier twee dotjes doen. Dat is de algehele hoogte. Nee, drie dotjes, want ik heb al een dotje hoger hier zo. Dus ik ga nu drie dotjes pakken. Denk ik dat ik die... Ja... Deze die komt gelijk met de eerste. Oh, die dingen die plakken. Kijk nou. Ik vind het... Ik vind het al leuk. En het is nog niet eens klaar. Ik heb nog een paar kaartjes. Deze kleur heb ik nog niet aan deze kant. Die plak ik daar weer. Dus ik ga... Twee dotjes aan deze kant doen. Want hij moet hoger als deze donkergroene. En één dotje komt aan de onderkant van mijn kaartje. Die er al vandoor ging. Even kijken. Oh, staat weer tekst op dat papiertje. Zo. Dat dotje komt daar. Aan de onderkant. En dan plakken we die daarop. Net iets. Nou, komt toch nog weer wat overheen. Even zien. Ik heb nog een lichte. En ik heb ook nog een donkere. Ik ga die donkere denk ik doen. Ja. Nou, deze twee. Die waren even hoog. Dus ik kan nu gewoon twee dotjes nemen. Zonder extra. Oh, dat plakt joh. En die doe ik dan
Daar. Oh nee, dan moet er daar wel één bij onder. Want ik ga er overheen. Dus ik plak er hier nog snel één bij onder. Zo. Even kijken hoor. Ja. Helemaal leuk. Nou, zoals je ziet is dit nog niet helemaal droog. Maar goed. Ik heb er nog één over. En die bewaar ik voor de volgende keer. Ja, dit worden de appartementen. Dit zijn de stenen die er omheen komen. Ja, we hebben het bouwen zo klaar, hè. Ik heb hier nog een geel potlood. Nou, kom jij er eens uit. En ik gebruik dan altijd even een oude... deze niet. Een oud waterpenseel. Waar is die? Er zit altijd zo'n stekker omheen met mijn naam. Dat is mijn oude. En waarom is die er nu niet? Nou, maakt ook niet uit. Dan deze maar. Beetje water. Mijn potje water. Oh ja. Beetje water erbij. En dan heb ik een geel potlood. Ja, we blijven een beetje in het geel. De dotjes, die kunnen even aan de kant. En ik ga met het gele potlood, ga ik een beetje aan de onderkant van die kaartjes, zeg maar. Dan neem ik een waterpenseel. Nou, dit is er een met een hele brede punt, dus die gebruik ik toch nooit. En dan ga ik daar een beetje uit laten vloeien, zeg maar. Nou, het is dus echt lekker veel geel vanavond. Ik hou er wel van. Ik hield er nooit van, maar ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. En dan ga ik dat een beetje zo verdelen. En dat is zo'n potlood, dat is zo'n aal, stabilo al. Die kan dus op allerlei ondergronden. Dus ook weer papier, glas, metaal, plastic. Je kan hem overal op gebruiken. Dat gaan we ook aan deze kant een beetje doen. Dus een beetje aan de onderkant van die kaartjes, een beetje aan de zijkant. Niet helemaal rondom, dus ik laat het echt een beetje aan die zijkanten. Nou, en je kan rustig zeggen, want dat is me veel te geel. Dat kan. Maar ik vind het wel leuk. Anders is het altijd met zwart. Dus ik doe het nu lekker met geel. Even kijken. Even spieken. Ja, ik laat hem zo. Dan wilde ik dat dopje wilde ik op mijn potlood gaan doen. Nou, dat is niet nodig, want die hoort bij die stift. Nou heb ik mijn knipwerk al wel gedaan. En ik denk, daar zitten jullie niet op te wachten dat ik daar mee bezig ga. Dus ik heb al een paar van die velletjes uit dat boekje van Janine. Daar zitten dus al die elementjes in, die knipelementjes. Dat is deze volgens mij. Ja, dat is dat mixed paper pad. Daar zitten kleine kaartjes in. En daar zitten nog kleinere kaartjes in. Ik had eerst gedacht om deze erop te doen met dat ijsvogeltje. En dan die als een van die kaartjes. Maar dat gaan we de volgende doen. En dan heb je dus die knipvellen. Met allerlei leuke bijpassende plaatjes. Nou, daar heb ik er al twee, dacht ik, nu van uitgeknipt. Nou, ik laat hem even heel snel zien. Dan zit er ook nog in vellum. Met weer die mindful teksten. Blader hem even heel snel door, want dit is allemaal al eens in de showtime geweest. Ook vellen met vlinders. En dan een beetje het gele vellen. Vellen met muzieknootjes. En vellen met script. Nou, dat zit dus allemaal in dat paper elementen boekje. Ik heb daar dus twee vellen van uitgeknipt. En daar ga ik nu wat van gebruiken. Even een beetje de goede kant boven leggen. Dat ik een beetje kan zien wat het is. Even kijken. Want ik zie hier. Oh, die heb ik niet goed geknipt. Zit nog een stukje vast.
vlindertje. En een roosje. En dan ga ik dat her en der op die kaartjes plakken. Even kijken, hier nog een grotere vlinder. Ik doe aan één kant. Nee, ik doe dat helemaal anders. Ik laat hem in het midden plakken. En dan pak ik weer van die dotjes. Dotje, dotje, dotje. Waar ben je? Hier zo. En die plak ik onder de vleugeltjes. En het mooiste is als je dan even met een non-sticky schaar. Knip je hem door midden. En dan kan je één helft aan die kant plakken. En de andere helft aan deze kant eronder. En dan blijven die vleugeltjes een beetje opstaan. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. Nou, dan hebben we nog een gele roos. Die komt ook weer iets hoger. Even spieken. Die gaan we zo doen. Dan hebben we nog blaadjes. Blaadjes die vouwen een klein beetje. Ja, uitdrukvellen. Ja, zou soms wel handig zijn, ja. Maar goed, ik heb het gered met knippen, dus komt vast goed met jullie. Nou, ik heb weer een vlinder, dus ik ga er weer een halve dot aan de ene kant. En een halve dot aan de andere kant plakken. Volgens mij ben ik al uit beeld aan het werken, maar goed. En in het midden komt dan gewoon een beetje lijm. Zo, die komt op dat puntje. Ja, knippen is ook wel ontspannend. Soms. Soms ook niet. Als je haast hebt bijvoorbeeld, dat je denkt van, dat moet nog voor de live klaar. Dan is knippen niet zo heel ontspannend. Nou, ik neem nu even twee dotjes op elkaar, want deze die komt hieronder. Zo, dan had ik nog ergens blaadjes. Ja. Die blaadjes die ga ik een beetje buigen. Nou, en zoals ik zei, dit kan je dus ook op een kaart maken. Het hoeft niet altijd in zo'n art journal. Als je hier de helft van zou doen, dan heb je al een hele mooie kaart. Toch? Blaadjes eronder. Daar ben ik altijd gek van een beetje blaadjes eronder. Zo. Ja, dat was een live. Maar die is nu bijna afgelopen, zou ik bijna zeggen. Nou, bijna. Even kijken of ik nog een bloempje ga doen daaronder. Dat vind ik ook wel leuk. Dan doen we gewoon een dotje lijm onder en dan schuiven we die daarachter. Dat mag rustig. Kijk dan, dit is toch ook gaaf, zo'n houten bord. Ja, niet dat hij hierop komt, maar ergens andersop. Stukken hout, stukken boomschors. Nou, ik vind het helemaal leuk. Peren. Misschien ook nog wel appels, dat we appels en peren kunnen vergelijken. Even kijken, ga ik nog meer erop doen? Deze nog. En dan denk ik dat ik wel genoeg erop heb. Denk ik. Zo. En ik zie hier nog een leuk klein vlindertje. Die mag wel zo. Dat is maar zo'n kleintje. Die hoeft geen dotjes. Nou, dan heb ik natuurlijk nog wat lege vakjes. En dat heb ik in dit geval extra gedaan, want er is natuurlijk een leuke peperpet. De plaatjes die zijn voor de volgende creatie. Nee, de bloembakken komen vandaag niet. Die, ja, het zou wel kunnen dat ik ze erbij tussen plak, maar ik doe het nou met de papieren bloemen. Even kijken, dan vind ik dat gelige wel weer leuk erbij. Of dat bruinige. Zal ik dat doen? Of zal ik toch voor het zwarte gaan?
Even kijken, zat er nou ook wit in? Of alleen zwart en... Nee, alleen zwart en bruin. Even zien wat voor leuke tekst gaan we er ook doen. Zou dat passen, dit? Nee, ik vond hem wel leuk, maar die gaat niet passen. Do not worry about tomorrow. Dus maak je geen zorgen om morgen. Ja. I'm not giving up, I'm start over. Dus ik geef niet op, maar ik begin opnieuw. Ja, kan ook. Oh, jongens, ik heb keuzestress. The road to success is always under construction. Dus de weg naar succes is altijd met, hoe moet ik dat nou uitleggen? Daar zijn ze altijd mee bezig. Dus de weg is altijd met hobbeltjes en bobbeltjes. Laat ik zo maar even een beetje beschrijven. Zo. Nou, deze vind ik daar toch niet. Die plakken we daar. Even spieken. Nou, heel eerlijk gezegd vind ik het gele toch heel ietsjes te geel. Dus ik pak even de witte. Ga ik daar iets overheen. En de witte, dat is ook weer zo'n stabilo al. Dan mat ik het iets af. Klein beetje water erbij over. Dat het net ietsjes lichter wordt. Nog even een keer weer spieken. Ja. Nou, dan heb ik nog een gele Posca pen. Kan ook met een Uniball, wat je maar wil. En ik blijf een beetje in het gelige. En die ga ik een beetje mishandelen weer. Nou, en zelf vind ik deze dunnere, dat is die 0,7 mm, die vind ik altijd veel fijner spetteren als de dikke. Waarom weet ik niet, maar ja. Op een of andere manier komt daar naar mijn idee meer uit. Dit doe ik ook nog even met een witte. Oh, dat is de nieuwe. Dat is nog eentje. Eén voorraad, zeg maar. De bruine frutsel vind ik een beetje jammer. De bruine frutsel. Welke bruine frutsel? De bruine tekst, bedoel je dat misschien? Ja, ik vind dat juist wel weer iets halen bij die. Want hier zit dat bruine ook in, als je dat bedoelt tenminste. Nou, ik laat hem goed drogen. En dan haal ik hem straks uit elkaar. Oh. Ach, niet meer. Deze wil ik. Dit halen we nog een beetje op. En een beetje wit eronder. Ik ga hem nog even zo bekijken. En ik denk dat ik er maar mee stop. Ja, ik vond hem weer leuk. Ik ga hem laten drogen. Want die spetters, dat moet eventjes drogen. En dan ga ik hem weer scheiden, zeg maar. En dan komt hij in mijn art journal. Als die helemaal droog is. En dan ga ik hem weer showen op Facebook. Krijgen jullie hem wel weer te zien als die droog en af is. En in mijn art journal zit. Nou, dit was hem voor vanavond. Dus wil je zoiets maken, verstevig het papier even. Dat je net iets meer kan
vastpakken als met een dun papiertje. Ik vond het weer leuk dat jullie er waren. Ik ga weer iets bedenken voor de volgende live uitzending. Maar goed, dat bedenk ik, denk ik, dinsdagavond of zo pas. Maar komt goed. Voor mij, wat mij betreft, wens ik jullie een fijn weekend verder. En tot de volgende keer. Dag allemaal.